Hoi, welkom bij mijn process video van week 10 2015. Ik um, uh, heb week 8 en 9 nog niet gemaakt. Daar um, heb ik nog niet voldoende foto's van geprint en dat lukte niet helemaal. Dus ik denk uh, om nou niet te ver achter te gaan lopen, week 10 had ik alle foto's van liggen, laat ik aan de slag gaan. Uh, ik gebruik hiervoor uh, de nieuwe Studio Calico kit, uh, die heet Odyssey. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb die kitjes nu... Dit is nu de tweede keer dat ik hem ontvang. En ik geloof dat ik voor een half jaar uh, moet je je aanmelden. Uh, ik ga het wel stopzetten. De kaartjes zijn leuk, uh, apart. Uh, er zitten echt hele mooie kaartjes tussen. Maar er zitten ook heel veel kaartjes tussen die ik niet gebruik. En um, heel weinig embellishments. Um, zoals nu ook zit er een stempel, uh, een rollerstempel bij... En dan staat bijvoorbeeld twee keer zondag op. Nou, dat vind ik heel erg jammer. Dus dat soort dingetjes, dat uh, um, vind ik jammer. Dus ik ga, daar, ik ga daarmee stoppen, want ik vind het moeilijk om te gebruiken. En ik had gehoopt dat ik met één kitje per maand uh, uh, mijn layout ook voor die maand kon doen. Maar er zit dus ja, niet genoeg in om, uh, voor mij om dat te doen. Dus ik ga me toch uh, 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 verdiepen in nieuwe kitjes. Ik gok een Cosmo Blue, een Scrap Delight misschien... Um, uh, Hipkit heb ik naar gekeken, dat is heel erg duur. Maar goed, um, dat is voor een ander keertje. Dit is natuurlijk uh, nu mijn procesvideo. Uh, het kaartje wat ik nu aan het maken ben, um, had een witte achtergrond. En het onderste kaartje had een kremkleurig achtergrond. Dus ik heb hem met een inktje bewerkt. Uh, het is een uh, klein uh, agendaatje, zeg maar, of een uh, kalendertje. Dus op de dag dat mijn zoontje jarig is, de 15e, staat een hartje. En met de washi tape wat bij de kit zat heb ik een 10 uh, gemaakt. En daarop uh, stempel ik met um, een stempel van Hero Arts uh, week eronder. Deze stempels zijn van uh, Kelly Perky um, gemaakt voor, uh, voor Hero Arts. En deze stemset heet My Week. En er zitten uh, de woorden als day, week yesterday, tomorrow, today, time... en allemaal kleine embellishments in. En die kleine houten stempeltjes die je ziet... zijn ook van, uh, van Hero Arts. Hero Arts was zo aardig om mij, uh, om mij wat spulletjes op te sturen... om te gebruiken. En ik ben er helemaal fan van. Dus ik promote ze ook met alle liefde. En dat zal ik ook echt alleen maar doen... als ik iets heel erg leuk vind. Als ik het niet leuk vind, zou ik het me niet zien gebruiken. En dan, stop, dan ben ik er ook heel eerlijk over. Um, wat ik ook niet zo leuk vind zijn die blauwe sterretjes. Ze doen het echt onwijs leuk op de pagina, maar ze zijn heel erg dik. En um, ik dacht, nou ja, ze zitten erbij. Het is een Project Life uh, kitje. Laat ik ze gebruiken, dacht ik. Nou, ik heb ze gebruikt, maar um, je, ja, de, de Page Protector die steekt echt gewoon een stukje uit. Dus ik, uh, ik ga ze niet meer gebruiken. Um. Dus ik hoop dat ze ook niet meer in uh, andere kitjes voorkomen. Um, dit kaartje um, is eigenlijk een kaartje met 10 uh, regeltjes, zodat je met, met genummerd, zo 1, 2, 3, 4, 7, 19, zodat je een soort van prompt of zo kan, uh, kan opschrijven. Maar ik heb gewoon mijn journaling erop gemaakt en um, met dit stempeltje en wat gebruik ik, Memento Ink, um, plaats ik gewoon hartjes over de nummers heen en, uh, en zie je er niks meer van. Dan ziet het er gewoon uit als een journalingkaartje. Um, de dijkuts die bij het kitje zaten was 1 tot en met 30. En die gebruik ik als labels. De cijfers die erop staan, die coördineren met de dag. Dus dit was 2 maart en dan uh, een maandag. Dus dat, uh, dat vind ik wel, dan wel weer echt heel erg leuk aan het kitje. Maar om nou voor de embellishments en de rollerstems. Uh, wat is het? Twee, bijna 30 euro uit te geven per maand. Dat vind ik echt heel erg jammer. Want er zijn zoveel leuke setjes die op het moment uitkomen. dat ik, uh, dat, ik dat echt zonde vind. Dus. Um, maar wie weet, wie weet. Uh, volgende maand komt, alweer, uh, komt er weer een nieuwe. En ik heb hem sowieso zes maanden. En ik ga ze sowieso gebruiken. Tenzij ik ze echt niet leuk vind. Dan uh, verkoop ik ze misschien. of in een leuke giveaway. Um, Uiteindelijk zijn er wel altijd wel een paar kaartjes die ik echt heel erg leuk vind. Dus wie weet. Hier gebruik ik de grijze alfabetstickertjes om uh, hagel op het labeltje te, te zetten. En um, een klein ijsvormje uh, stempeltje, ook van Heero Arts van, van het houten blokje. Um, om ernaast uh, te doen. En um, om alle sterretjes en dingetjes overal een beetje terug te laten komen. Plak ik ze ook al op, op, op al mijn kaartjes, <laughs> bijna allemaal moet ik zeggen. Um, en ik vind de kleur echt heel erg leuk. En het staat ook heel erg leuk. Maar ik had ze waarschijnlijk toch liever als een uh, chipboard of een stikkertje gehad, dat niet zo ontzettend dik is als dit. Ik geloof dat ze dit racen uh, noemen. Um, ook hier een, gebruik ik een labeltje en met uh, zwarte pen. Um, omlijning ik de labeltjes zodat ze wat meer uh, accent hebben. Dit is een klein techniekje wat ik heel erg leuk vind om te doen. En um, wat ook echt wel mijn stijl is. Of het nou met witte pen of zwarte pen is. En um, ik merk ook wel dat mijn lijntjes steeds rechter worden. Mensen zeggen wel eens: Oh, maar ik kan geen lijntjes trekken. Gewoon oefenen. <laughs> de eerste keer dat ik lijntjes uh, tekende, waren ze ook niet zo recht. Maar uh, inmiddels uh, zijn, ze dat, uh, zijn ze dat aardig. Even snel een slokje water nemen. Um, dit is de, de titelkaartje die ik aan het maken ben, en ik gebruik de washi tape als basis om, om uh, en het oranje terug te laten komen in nog een kaartje en zodat de, de letters uh, uh, leuk uitsteken, uh, uh, uitkomen. Dus een beetje lering. Um, deze letters heb ik uh, uh, uit, bij Joens besteld. Uh, de, je hebt ze misschien gezien op uh, de hal van, uh, van Martin die die gedaan heeft. Alhoewel je daar heel weinig kon zien van alle producten. Maar dit is onder andere een van de letterstickers uh, die ik besteld heb. En ik heb even gespiekt hoe ze heten. Het is uh, sketchbook-tickers van het merk Crafts um, in aqua turquoise. En. Op de website kon ik niet zo goed zien hoe ze eruit zagen, maar in het echt vind ik ze echt super, super, super leuk. Dus ik heb nu al spijt dat ik er maar één heb, want ik heb uh, nog maar drie E's over <laughs> en een W en een K gebruikt. Dat kan echt niet. <laughs> maar goed, um, ik gebruik nu mijn uh, um, uh, roller stamp, uh, date stamp van Project Life zelf um, op een van die labeltjes. Ik had bedacht dat dat leuk is, maar iemand die mij kent, die weet dat ik en Rollerstems met datums vooral niet so, uh, zulke goede vriendjes zijn. En dat was ook hier het geval, want ik had bedacht dat ik um, 2 maart 2 8 2015 wilde maken. En um, dat doe je door, uh, door eerst de 2015 weg te poetsen met de inkt uh, en het dan te stempelen. En bij de andere keer de maart en de 2 weg te, te poetsen. Alleen had ik geen 2015 maar 2012 staan. Want dat was uh, in spiegelbeeld. <laughs> dus uh, ik heb het er afgeknipt en ik ga er uh, later mee verder. Um, ik plaats met de grijze stickertjes nog maart erboven. En het labeltje um, daar stempel ik ook week op. Zelfde als die uh, op het uh, kalenderkaartje. En hier besluit ik maar gewoon uh, uh, het dubbelstempen toe te passen met allebei de datums. En doordat de washi tape eronder zit, ziet het er sowieso al een beetje rommeliger uit. Dus dan, dan past dat uh, dubbel stempelen er ook wel bij. En um, ook hier moet ik zeggen: die stijl bevalt me wel. Want Het past natuurlijk wel bij, het, bij het, het lijntje wat je met de hand erop krabbelt. Wat ik zo meteen ook nog wel op alle kaartjes doe. En um, het is niet zo heel erg netjes. Dit is mijn nieuwe kilatine. Ook die moest ik even uitproberen. Uh, ik moet wel onthouden dat ik dat uh, wit, doorzichtige dingetje vasthoud. Maar tot nu toe snijdt hij echt heel erg netjes. Het afmeten zal een beetje lastig worden, maar kleine randjes eraf snijden, daar is hij echt uh, heel erg fijn voor. Ik gebruik de We Are Memory Keepers uh, Corner Chomper om de hoekjes af te ronden. Ook fijn dat waar bijvoorbeeld die uh, dijkuts en labels al zitten, kan je gewoon tjuk, zo er doorheen. Dat is als boter, zeg maar. Het gaat echt heel makkelijk. Nou, hier zie je mij de, de lijntjes toevoegen. Ik gebruik het liefst een gewone big pen. Um, lekker standaard, lekker rommelig. En, um, het, hoe harder je drukt, hoe vaker je eroverheen gaat, hoe zwarter het is. Dus je hebt een beetje variatie en het is wat, uh, wat flexibeler. Nou, dit is mijn uh, pagina geworden. Ik zal het even van dichtbij laten zien. En um, ik, uh, ik vond het leuk om weer eventjes snel een pagina te maken. En ik hoop heel snel weer nieuwe filmpjes... Te maken en up-to-date te zijn. Wil je niks missen? Abonneer je op mijn kanaal. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.martinereinbeek.nl. En vond je dit een leuk filmpje? Geef het dan een thumbs up. Dan weet YouTube het ook. En dan kom ik sneller in de, in de searches omhoog. Bedankt voor het kijken!